Plastic kan voor enorme schade zorgen bij dieren. Daarom moet de natuur worden beschermd tegen plastic. Woorden van minister Silvano Toan-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu bij de viering van Earth Hour afgelopen zaterdag te Wakkapassi. Het Wereld Natuurfonds WWF van de Guyana's heeft zaterdag enkele activiteiten ontplooid, waaronder het onthullen van plastic afvalkunstwerken die zijn gemaakt door kinderen. Ook was er een plastic pick-up and run waaraan diverse personen hebben deelgenomen. Op het Onafhankelijkheidsplein vond er om 8:30 s'avonds de launch plaats van Earth Hour, waarbij de lichten voor een uur zijn uitgemaakt. Een symbolische oproep dat we beter met de aarde moeten omgaan. Wereldwijd wordt Earth Hour op de laatste zaterdag van de maand maart herdacht, met als doel het bewustzijn te vergroten en wereldwijde gesprekken op gang te brengen over het beschermen van de natuur, het aanpakken van de klimaatcrisis en samenwerken om een betere toekomst voor ons allemaal vorm te geven.